Koninklijke onderscheiding voor Barend Bosman. 40-jarig jubileum EVV. Gemeente wil vermindering afval. Hartelijk welkom bij het weekoverzicht van de lokale omroep Elburg. Fijn dat u weer naar ons kijkt. Barend Bosman uit Elburg heeft een koninklijke onderscheiding van burgemeester Frans de Lange ontvangen. Hij is nu lid in de orde van Oranje-Nassau. Zijn onderscheiding is de beloning voor 31 jaar trouwe dienst als vrijwilliger van de brandweer Elburg. Volgens de burgemeester is zijn loyaliteit goed te vergelijken met het woord trouw. Als vrijwilliger stond en staat hij nog dag en nacht paraat voor de gemeenschap. Goed geleerd is oud gedaan. Onder dit motto gaan de leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool De Borgstee pannenkoeken bakken. Ze hebben niet alleen oma's en opa's uitgenodigd, maar ook mensen van de voort en hun mantelzorgers. De leerlingen bewijzen wel moed, want de gasten weten hoe lekker pannenkoeken moeten smaken. Omdat Nationale Pannenkoekendag is, mag er extra stroop gesmeerd worden. Ruim 2000 inwoners van de gemeente Elburg krijgen een lijst toegestuurd met vragen over hun woonomgeving, hun oordeel over het gemeentebestuur en de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente roept haar burgers op om mee te werken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau TNS NIPO. De resultaten worden in juni bekendgemaakt. De burgerpeiling is onderdeel van waarstaatjegemeente.nl. De gemeente wil nabij de Weidevogellaan 38 tot en met 50 in Elburg twee parkeerplaatsen met bijbehorende laadpaal inrichten. Daar kunnen automobilisten hun elektrische auto's opladen. Belangstellenden moeten wel voor 19 april aan het college van burgemeester en wethouders laten weten dat ze er behoefte aan hebben. Wie meer wil weten, kan het voorgenomen verkeersbesluit inzien in het gemeentehuis. 1 op de 3 mantelzorgers maakt zich dagelijks druk om onveilige situaties in huis. Doordat oudere mensen langer thuis moeten blijven wonen en niet opgenomen kunnen worden in een verzorgingshuis, nemen de risico's toe. Vooral bij mensen die dementeren. De vrijheid en veiligheid van deze mensen komt dan onder druk te staan. Hierover gaat de Alzheimer-voorlichter Wenny van der Hee in gesprek met bezoekers. Deze voorlichtingsbijeenkomst is op donderdag 24 maart in het Huiken. De gemeente Elburg en de gemeente Oldebroek raadplegen hun inwoners over de mogelijkheden om het afval te verminderen of beter te recyclen. Het raadplegen gebeurt via een digitale enquête die vanaf 8 maart online staat, maar ook als pdf gedownload kan worden. Volgens de wethouders Wessel en Westerbroek moet het aantal kilo restafval per inwoner hoe dan ook omlaag. Maar deze verlaging mag niet leiden tot een hogere afvalstoffenheffing. Op zaterdag 19 maart wordt in Elburg Vesting weer het traditionele Palmpasenfeest gehouden. Het feest met de versierde broodzwanen begint om 2:30 in Museum Elburg. Er kunnen maximaal 35 kinderen aan meedoen. Een jury beoordeelt wie de mooiste broodzwaan heeft gemaakt. Op deze wijze wordt de traditie van Palmpasen in ere gehouden. Samen met de hellebardiers gaan de kinderen naar het nieuwe Feitenhof om hun prachtige broodzwanen te laten zien aan de bewoners. Eddie Otten is trots op zijn landschapsknokkertje. Hij ontving dit bronzen beeldje en €500 bij de Gelderse Werkdag van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Eddie Otten is al 13 jaar zeer actief als vrijwilliger bij de Stichting Landschapselementen Elburg. Hij is een enthousiast ambassadeur. En wat ook belangrijk is, het gereedschap is bij hem in goede handen, perfect in orde en jaarlijks gekeurd. De Elburger Volleybalvereniging hield ter ere van het 40-jarig bestaan een receptie in het Huiken. Er werden lovende woorden gesproken over de prestaties, het jeugdbeleid, de verhouding jongens en meisjes en het grote aantal bezoekers, vooral jeugdigen. Het oudste en jongste lid en de man die het langst lid is van de vereniging kregen elk een t-shirt overhandigd. Burgemeester Frans de Lange roemde de vereniging om de resultaten en is trots op de mentaliteit binnen de club.
Wat doe je met een puber die een grote mond heeft? Er zijn vele antwoorden mogelijk, maar tot op heden is er geen oplossing. Misschien dat praten helpt. Bij Sally aan de Beekstraat 10 is maandag 14 maart een informatieavond, waar meningen en ervaringen van geplaagde ouders gedeeld kunnen worden. Uiteraard met het doel elkaar te helpen. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaat dat vast wel lukken. Het was een prachtige avond van het Elburg Biergenootschap. Een avond met een lach en een traan. Tijdens de bierproeverij, waaraan een aantal Elburgse restaurants meededen, werd maar liefst €2030 ingezameld voor de stichting Energy for Finn. Dit geld wordt besteed aan een onderzoek voor een levensbedreigende en erfelijke stofwisselingsziekte. Gert Gerritsen, zelf een enthousiast bierbrouwer, was met zijn familie aanwezig. Zij verloren onlangs hun zoon en broer aan deze ziekte. Iedereen is weer welkom bij de tweede editie van het Cultureel Café op donderdag 17 maart. De locatie is nu de Rozenhof aan de Rode Landsweg 18 in Doornspijk. De lezing gaat over Ludgerus en de Ludgeruskerk. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door Han Koek en verschillende combo's van muziekschool De Spelerij. Ook staat weer de zeepkist klaar voor wie verder nog iets wil inbrengen. Op donderdag 17 maart houdt de bekende schrijver P.F. Tomese een lezing in het Museum Elburg. Tomese is romancier, essayist, polemist, verhalenverteller, ironicus en scherp cultuurcriticus. Hij is bekroond met onder meer de ACO Literatuurprijs en de Bob den El prijs. Bekende boeken van hem zijn Schaduwkind, De Weldoener en Het Bami-schandaal. Zijn laatste boek, De Onderwaterzwemmer, is genomineerd voor de Libri Literatuurprijs 2016. Als je op een ambulance wilt werken, dan weten nu de leerlingen van de groepen 3 en 4 van de basisschool Het Octaaf wat je moet doen. Ze zijn bezig met het thema beroepen. Toen de ambulance op het plein van de basisschool stond, wilden ze van alles weten. Er werd zelfs een kind aan de monitor verbonden en er mocht ook iemand op de brancard liggen. Rijden op een ambulance leek de kinderen best spannend. Dinsdagavond sloot het Elburgers Cancovery Trial Team de tocht van 2016 af. Het team kon €8.000, dat door sponsoren bij elkaar werd gebracht, onder 4 plaatselijke goede doelen verdelen. Het motto van het team was Elburgers rijden voor Elburg. Dus doelen in Elburg, het Harde en Doornspijk. Het geld werd toegekend aan Stichting Wiel, Mariposa, het Nieuwe Feitenhof en De Voort. Een geslaagde afsluiting van een geslaagd project. Iedereen is nieuwsgierig wat het totaalbedrag opgeleverd heeft en wat we dus verdelen onder deze instanties. Nou, Mila die komt het even brengen. En dan zijn we allemaal zwaar verrast en Mila die mag hem omdraaien. Kijk, €8.000. Nou, dat is nog niet niks, hè. Dus nogmaals, dit is het bedrag totaal opgebracht door de organisatie van ons van de Scancurry Trial, de Elburg Maxisbanden, verdeeld onder deze 4 instanties. Dit was een greep uit het nieuws van de week. Volgende week komen we graag bij u terug. Hebt u tips en wilt u meewerken aan het weekoverzicht? Laat het ons weten op redactie@loe-elburg.nl. Hartelijk dank weer voor het kijken en tot volgende week.